Ik moet gewoon ergens gewoon een soort kick uithalen, gewoon altijd. En dat heb ik met fotografie ook. Als een foto echt gewoon zo is gelukt, zoals ik denk van oké, dit had ik niet beter kunnen doen. Dan krijg ik net zo'n thrill, zeg maar, gewoon als met skateboarden. Fotografie vind ik het vetst als het gewoon zo simpel mogelijk is. To the basic. Ja, voor zolang ik me kan herinneren heb ik gewoon al een fascinatie gehad voor fotografie. Helemaal toen ik in het hele wereldje kwam van punk en do-it-yourself en skateboarden. Ja, dat is heel erg visueel. Nou ja, dat is waarom ik ben begonnen met skateboardfotografie. Is omdat er gewoon niemand was die dat wel deed. Ik denk, nou weet je wat, alles wordt gemist wat wij doen. Ik ga dat gewoon doen. Hoe ik in aanraking ben gekomen met skateboarden is... Een vriend van mij die had een echt board. Wij hadden allemaal speelgoedboards en ik zag hem de stoep op ollien. En vanaf dat moment was ik sold. Nee, skateboarden van origine is een heel creatief iets. Toen wij begonnen met skateboarden was het gewoon... Je gebruikt het straatmeubilair, wat er niet voor was gemaakt... op een manier zoals wij dachten dat het ook geïnterpreteerd kon worden. En in die lijn deden heel veel mensen buiten skateboarden iets andersom. Veel van mijn vrienden zitten allemaal in het creatieve wereldje. Van fotograaf tot filmen tot graphic artist of you name it. Nou ja, mijn foto is goed gelukt. Als ik denk... dat ik gewoon niks beters had kunnen doen om dat moment in tijd gewoon zo vast te leggen zoals dat het is. En dat kan te maken hebben met uitdrukkingen van mensen hun gezicht of in skateboarden gewoon een bepaalde houding. Het is niet alleen ik de fotograaf, maar het is natuurlijk ook je onderwerp. Ik bedoel, ik kan nog zo'n mooie foto maken, technisch gezien, goed belicht en weet je. Maar ja, als het onderwerp er niet echt spannend op staat op een of andere manier... Het is wel een soort samenwerking van heel veel verschillende factoren. Dus ja, je moet ook een beetje geluk hebben. En zeker omdat het gewoon allemaal... Het meeste wat ik schiet zijn gewoon echt momenten. Het is niet echt een... Het is niks studio of geen setup of zo. Dus het is altijd gewoon het moment. En dat moment is maar één keer. Ja, ik vind het wel fijn dat ik iets ook heb gevonden wat me net zo'n kick geeft als skateboarden. Want anders dacht ik van ja, als ik op een gegeven moment nooit meer kan skaten, wat moet ik dan? Ja. Ik ben heel nieuwsgierig aangelegd gewoon van origine. En ik wilde altijd weten hoe het nou ergens anders was. Het is mega interessant. Weet je, de wereld is veel groter dan één plekje waar je bent geboren. En dat ik dan nu toevallig gewoon van mijn hobby's in het kwadraat, zeg maar, mijn werk heb gemaakt. Dat is gewoon, ja, een goede uit de hand gelopen grap. Ik ben niet snel tevreden. En ik denk dat het ook wel werkt in mijn voordeel. Want ik bedoel, als je heel gauw tevreden bent, dan zoek je ook niet je grenzen op. Dan denk je, oké, dit is cool, weet je. Gewoon, dit werkt perfect. En dan blijf je gewoon dat doen. Maar ik wil altijd weer iets anders gaan. Het vette van fotografie is ook dat het gewoon heel veel van die jongens die ik voor het eerst ontmoet, zijn ze 14 of 15. En die zie je dan gewoon in de lopen jaren gewoon opgroeien en veranderen tot... kijk nou. Dit zijn jongens gewoon die gewoon de Olympische Spelen gaan skaten. De meeste van mijn onderwerpen, die ken ik ook gewoon goed. Dus ik ben niet een outsider looking in, dus het is gewoon... Iedereen is het gewend, dus ze laten me meestal ook gewoon gaan. En dat zijn juist de off-guard momenten die gewoon het meest interessant zijn. Fluff Magazine begon gewoon basically gewoon... Omdat het gewoon niet er was. Er was geen skateboard tijdschrift in Nederland. Dus ja, en als het er niet is, dan moet je het gewoon zelf doen. Mijn collega en ik, Marco Jongeneel, waarmee ik de Fluff maak... We hebben het altijd gewoon gezien als... skateboard is ook altijd anders. Alles wat ik doe is altijd anders, weet je. Je maakt ook nooit altijd dezelfde foto. Je probeert gewoon altijd wel iets anders aan toe te voegen. En in dat geval, zo maken we eigenlijk ook gewoon de fluff. Elke issue is anders. Ze zijn nooit hetzelfde en ze veranderen altijd.
En als je dan denkt dat je al het coole hebt gedaan op de hele wereld, tenminste dat dacht ik, want iedereen die vertelde me altijd van, oh ja, maar als je een kind krijgt, weet je, dat dan valt alles in het niet. Ik zei, ja, maar je weet echt niet wat ik heb gedaan, weet je, gewoon in mijn leven. Ik heb echt de meest crazy shit gedaan. En dat was gewoon, het viel in het niets. Toen Morris kwam, was gewoon, ja, allervetst. Ja, het meest vet is, vind ik, dat ik van mijn hobby's mijn beroep heb kunnen maken. En dat ik gewoon, ja, ik word gewoon betaald om met mijn vrienden te hangen over de hele wereld. And all this crazy time.